Uit de tijd gelicht. Een hoorspel geschreven door Charles Cortier onder de titel Hors du temps en vertaald door Maud Corsair. De storm tegen de Spaanse helling. De grootste hevigheid richt zich al op Frankrijk. Ondertussen heeft die storm uit mijn slaap gehaald. In het begin of aan het einde van mijn slaap. In elk geval voel ik me volmaakt uitgerust. Geen enkele behoefte meer nog een uiltje te knappen. Nou, dus laten we eens opstaan. Oh, wat is het koud. Dat was nu mijn 25e slaap en nog ben ik niet gewend aan mijn 4 graden Celsius. Over een constante temperatuur gesproken. Nou, de mijne is constant als een goed afgestelde ijskast. 4 graden boven nul, op 222 meter diepte. Ja. Nou, diep inademen. 1. Uitademen. Passen op de plaats. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En nu een slok koffie. Koffie wordt er beslist niet beter op in een thermosfles. Oh, bitter en smakeloos. Bah, nou ja, ze is dan ook 8. Pakweg 9 uur oud. Daarboven meten de jongens de tijd met een chronometer. Ik meet hem met koffie uit een thermosfles. Oh, als de baas het wist, zou geen koffie meer mogen. Het is je eigen tijdmeter die we willen leren. Tijdmeter die we willen leren kennen, Gilbert. Je binnenritme. In een constante temperatuur. Niet beïnvloed of zonder prikkels door licht van buiten. Zonder radio, zonder tv, zonder horloge. Dat is wat wij in jou gaan achterhalen. Ja. Hoe organiseert het menselijk lichaam zich beperkend tot de meest simpele en logische handelingen zijn cyclus van actie? Zijn cyclus van actie en rust. Mijn binnenritme. Het ritme van een oude mens. Als ik ooit levend uit het gat vandaan kom en niet al te ver heen ben, schrijf ik de herinneringen van een mol. Ja. Begin het ritme van de graafachtige aarde aan te voeren. Kom, het wordt tijd dat ik de begane grond eens op de hoogte breng van mijn persoonlijke binnenritme. Die zou ik aan de lijn krijgen. Nooit degene die je verwacht. Als je het mij vraagt, ik denk dat ze me daarboven ieder punt van houvast uit handen proberen te slaan. Zodat ik me op geen enkele regelmaat in de wachten kan oriënteren. Dus, wie zou het zijn? De professor? Alex? Eduardo? Laten we erop wedden dat het de baas wordt dit keer. 2 maal achter elkaar had ik Alex en daarvoor Eduardo. Ik heb nog nooit een sou op een paard gezet. Ik heb nog nooit een loterijbriefje gekocht. En sinds ik moederziel alleen zit op 221 meter diepte, ga ik de ene weddenschap naar de andere aan. Om het minste geringste. Ergens om wedden als je alleen bent, dat komt er tenslotte op neer dat je jezelf een tegenstander schept. Als je goed nagaat, is dan eigenlijk alles wat een mens onderneemt. Alles wat je denkt, niet een gok, schaak of mat. Na mijn telefoontje zal ik eens een lijstje gaan maken van al mijn weddenschappen. Zal de baas plezier doen. Je moet er niet voor terugschrikken alles in je dagboek te noteren wat je verwonderlijk of vreemd voorkomt. Je zult na een paar dagen van eenzaamheid, vooral in de situatie waarin jij je bevindt, ontdekken, Gilbert, hoe complex en verrassend de meest voor de hand liggende handelingen zijn waarvan wij dachten dat ze niet meer waren dan gewone gebaren. Best mogelijk. Kom, laten we eens bellen. 2-1 dat het de prof wordt.
Gilbert. Hoe heb ik het nou? Met wie spreek ik? Zeg maar Chris. Iedereen noemt me Chris. Christine klinkt zo ouderwets. Chris? Wat voel je uit daarboven? Oh, rustig maar. Ik heb de professor heus niet gekidnapt en je bent niet verbonden met de intelligence service of het Kremlin. Ze hebben me gewoon gevraagd om me aan te sluiten bij het bewakingsteam. Dus, hoe voel je je hierbij? Goed? Ja. Ja. Dank je. Sorry hoor, maar... Jij weet natuurlijk wel zo'n beetje wie ik ben. Ja, nou zou jij wel eens willen weten wie je aan de andere kant van de lijn hebt. Ja. Nou, daar gaat hij dan. 21 jaar en 18 dagen. 1,67 meter, 58 kilo. Meteoroloog, lid van de Speleologenclub van Pamplune. Ben je Spaans, hè? Nee, Française, maar ik hou van Spanje. En nu ter zake. We hebben nog maar 1 minuut voor de belangrijkste punten. Oh, ja. Ja, ik ben verrast. Ja, ik ben een beetje van mijn stuk gebracht. Zit je voorgoed bij de wacht? Ja, heb ik er iets op tegen? Lieve hemel, nee! Oh, dankjewel. Nou, en nu je rapport. Ja. 25e slaap. Wakker geworden door het gegrom van de Basotra. Een storm tegen de Spaanse oever, denk ik. Staat genoteerd. Tot ziens, hierbij. Tot ziens, Chris. En tot horens. Ja. Wat een verrassing. Daar had ik niet op gerekend. Een meisje in het team. Ah. Een machiavellistische spitsvondigheid van de baas. Je zult ontdekken hoe complex en verrassend de meest simpele dingen zijn. Na een paar dagen eenzaamheid. Vooral in de situatie waarin jij je bevindt. Een onbekende vrouwenstem. Een stem die je duizenden zou herkennen. Je raakt verstrikt in de meest ongerijmde wensdroom. Ik verlies die hele vervloekte apparatuur uit het oog. Die registreert al mijn emoties. Ik heb gezworen die elektroden te laten zitten waar ze me mee volgeplakt hebben. Oh, ik ben er zeker van dat het een proef is, die onbekende vrouwenstem. Laat je niet opjutten, Gilbert. Hou jezelf in de hand. Je cardiogram zal wel een paar bokkensprongen gemaakt hebben. Nou en? Shock-effect. Zelfs het cardiogram van een sportkampioen die de Grand Prix in de wacht sleept, zal wel zulke onverhoedse reacties registreren. En daarna houdt die kampioen de touwtjes gewoon weer in handen. Concentreer je op een uitgebalanceerd cardiogram, Gilbert. Vooruit. En nu aan het werk. Steek een toorts aan. En ga de apparatuur op 232 meter controleren. Oei. Het water is 3 meter gestegen door die plotselinge storm. De baas kan tevreden zijn. Ik blijf bij mijn bewering dat zij de oorzaak van de onverklaarbare overstromingen van de vallei van de Pierreuse moeten zoeken in de onregelmatige afvoer van de Basotra. Ik dring ten stelligste aan op een Frans-Spaanse overeenkomst ter regeling van de ondergrondse loop van de Basotra. Snelle val. Zeer snelle val. Hé. Hey. Ik kan hier vandaan het nachtlampje van een bivak zien. Het is net of ik het voor de eerste keer zie. Je zou zeggen de ster uit het oosten die naar de stal leidt. En eenzaam onderkomen. Zonder Maria en zonder het Christuskind. Zonder os, zonder ezel. In dit hol kan er zelfs geen vleermuis op overschieten. Wie weet schuilt er ergens op de bodem van deze waterput een blinde vis rond die geen enkele behoefte meer voelt zich in de stroom te wagen op weg naar de Pierreuse. Die vis is wijzer dan ik. Ik schik me wel terecht in dit ondergrondse leven. Maar ik raak het heimwee naar het licht niet kwijt. Als ik nou eens belde. Nou, wat let me. Ik zou kunnen melden dat het experiment de hypothese van de professor bevestigt. Ja, het is wel tegen het reglement, maar niet verboden als het om iets urgents gaat. Nou, is het wel urgent?
Nou, je bent er voornamelijk op uit om de stem van Chris te horen. Ja. Je hebt het te pakken, Gilbert. Goed, ik heb het te pakken. Waarom zou ik er niet ronduit vooruit komen? Wacht, nog even een peiling op het waterniveau nemen. Veel te snelle val. De kleine Pierreuse kan dat nooit allemaal verwerken. Kom, koning uit het oosten. Volg je ster. Aanvaard de terugtocht. Klim naar de stal zonder kerstkind, maar met telefoon en met Chris aan de andere kant van de lijn. Oh, stommeling. Ze registreren je hartslag boven. Kalm toch, Gilbert. Eduardo? Wat spook jij daaruit? Wat ik uitspook. Ik heb wacht, man. Wacht? Zo ben je alleen? Moederziel alleen. Met de wind, met de regen, met de kou. Geluksvogel. Daar heb jij geen last van op je 221 meter. Maar de zaken. Wat heb je voor nieuws, Gilbert? Goed geslapen? Mooie dromen gehad? Dank je. Ik heb prima geslapen. Ik heb van jou gedroomd. Van mij, je meent het. Ja, je was een Chinees geworden. Sta je met de belazeren makker. Ja, zoals jij, als je durft te beweren dat je alleen bent. Ach, mag dat een ander wijs. Noteer. De professor heeft gelijk. De Basotra is de oorzaak van de overstroming in de vallei van de Pierreuse. Bij de eerstvolgende storm hoop ik deze hypothese te bevestigen. Verder nog iets? Nee, verder niets. Amuseer je met de regen, de wind en de kou. Bye. Ik heb hun vuile spelletje wel door. Ja. Ze proberen de reacties te achterhalen van een vent die een maand lang zonder licht zit. Zonder horloge, zonder een levende sterveling in de buurt. Nou, ze kunnen het wat mij betreft erboven krijgen zoals ze het hebben willen. Ik voel me net zo opgelaten als iemand die zojuist een blauwtje gelopen heeft. En ik ken die hele Chris niet eens. Liefde op het eerste gehoor. Dat zo'n meisje daar in de eenzaamheid zit, mijlenver van de bewoonde wereld, overgeleverd aan die Don Juan van de Sierra Nevada, dat kan me razend maken. Oh, ik ken hem door en door, onze Eduardo. Die zou in staat zijn eigen grootmoeder op te vrijen als dat zo uitkwam. En ik, stomme idioot, moest zo nodig in dat gat kruipen, terwijl die twee daar boven mijn hoofd... Nee, Eduardo. Ja, nee, Eduardo. Dat is een mooie kreis. Nee, Eduardo, nee. Hallo? Hallo? Geen antwoord. Ik heb het zeker gedroomd. Beheers je toch, Gilbert. Hou jezelf een beetje in de hand. Je bent jaloers, dat is het. En je hebt de pest aan Eduardo, dat is zo klaar als een klontje. En je hebt de P aan de vrouwen. Omdat ze, als puntje bij paaltje komt, altijd hem moeten hebben. Zo staan de zaken toch? Waarom moest je zo nodig het proefkonijn zijn in dat experiment buiten de tijd? Pure warmloperij, zelfbevestiging tegenover die mooie verleider in de groep. Ach. Laten we maar een bandje draaien. De hele boel de boel laten. Ja, ja. 21 jaar en 18 dagen. 1,67 meter. 58 kilo, 1,67 meter. Mooi stereokastje voor een dwalende stem. 58 kilo. Maten, taille, buste, heupen. Ze hebben me gewoon gevraagd me aan te sluiten bij het bewakingsteam. Wat houden ze zo krampachtig in de gaten? Mijn gezondheid, mijn reacties, mijn verveling, mijn dood? Ja. Ja, mijn dood. Stel je voor dat ik een poot breek daar beneden bij het gat van de Basotra. Geen schijn van kans om een bivak te bereiken. 1000 voorzorg hebben ze genomen. Maar ze hebben er niet aan gedacht om een draagbare telefoon te geven. Goed, daar lig ik dan en ik kan kraperen van de kou en van de pijn. Het bewakingsteam zal zich pas om me bekommeren als mijn telefoontje uitblijft. De wacht belt. Als
ik er nog niet helemaal onderdoor ben. De laatste adem nog niet heb uitgeblazen, hoor ik de telefoon bellen, 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 bellen. Ja, en in die tijd die je nodig hebt om de hulptroep bij elkaar te trommelen, in die tijd die je nodig hebt voor een afdaling tot op 221 meter, dan ben ik het hoekje om. En als ik niet dood ben, dan zal er niet veel meer van me over zijn. Naar boven klimmen met een gebroken poot, nou, dat zit er in ieder geval niet in. Geef het maar toe, vriendje. Dat hele experiment is je reinste waanzin. Ze hebben je er mooi tussen genomen. Nee. Ze hadden je gewaarschuwd. Je moest zelf zo nodig dat gat in. Je moest je zo nodig als proefkonijn laten gebruiken. Het was om je eer te doen. Mooie eer, ja. 2 maanden vegeteren, zonder de zon te zien. Bemodderd, versteend. Met als enige gezelschap een stapel blikgroente en vitamine. Als enige lectuur de verzamelde werken van Goethe. Grootgenie Goethe, ja. Maar op 221 meter diepte zou een straalkacheltje me meer aanspreken. Als het isolement je op den duur te zwaar valt, Gilbert. Denk dan aan al die figuren uit de geschiedenissen, de mythologie en de gemengde berichten. Die levend ingemetseld waren. Radames, levend begraven. Antigone, de mijnwerkers in hun versperde mijnschacht. De zeelieden in hun gezonken onderzeeërs. Voor jouw leven is een heel legertje in de weer. Zij waren veroordeeld zonder enige hoop tot een langzame verstikkingsdood. Gemarteld door angst, dorst, honger, gebrek aan lucht. Lucht en water heb ik inderdaad genoeg. Tot in de eeuwigheid. Blikjes voor minstens 10 maanden. Als ik hier uitkom ben ik een levende reclame voor gevitamineerde blikgroenten. Dat niet wegneemt dat ik Antigone kan declameren. Of Aida zingen als mijn eigen treurmuziek. En wanneer de groep op de een of andere manier het hoekje omgaat, dan kan van alles gebeuren. Een oorlog uitbreken bijvoorbeeld. Iedere bom die valt kan de ingang van mijn schacht afsluiten. Iedere idioot kan het luchtverversingskanaal afsluiten. Och. En waarom loop ik al die risico's? 25 maal ben ik ingeslapen en weer wakker geworden. Overgeleverd aan de willekeur van de anderen. En waarom? Om de mensen van de wetenschap de kans te geven het ingewikkelde samenstel dat een mens is iets verder te doorgronden aan de hand van een hole mens van goede wil. Oh, alle mensen, wat je niet allemaal overhoop houdt om een simpele vrouwenstem aan de andere kant van de lijn. Allemachtig. Een mens is niet veel meer dan het eerste beste dier. Als het om de andere seksen gaat. Ik koester die telefoon als de sleutel van mijn arm. En als ik Chris aan de lijn krijg, lieve hemel, wat zal mijn hart dan tekeer gaan? Mooie sprongen zal dat cardiogram maken. Ze zullen ze rot lachen, dat gespuis daarboven. Nou, laat ze maar lachen. Ik bel. Hallo, Gilbert. Hoe ben jij het, Chris? Ik ben het. Alles goed? Ja, ik weet niet. Ik ben een beetje van slag. Mijn verbeelding gaat danig met me op de loop. Zo ben je mooi, Chris. Dat is me ook een vraag. Nee, ik ben wel een beetje tevreden met mezelf, geloof ik. Maar dat zegt op zichzelf niks. Iedere vrouw vindt wel dat ze er op een of andere manier mee door kan. Op welke manier wat jou betreft? Je wint er ook geen doekjes om. Een mate weet ik niet uit mijn hoofd. Maar als je erop staat, dan kan ik... Nou, vraag alsjeblieft niet of Duardo je daarbij helpt. Duardo? Welke Duardo? Duardo, verdorie. Die net opnam. Ik ben helemaal alleen op de post hierbij. Nou moet je dat spelletje niet te ver doordrijven, Chris. Ik ken je Duardo echt niet hierbij. Zit hij in het team? Chris, alsjeblieft, maak niet van die akelige grapjes. Ik voel me razend jaloers worden hier in die afgrond. Jaloers? Om mij? Maar je kent me niet eens. Ik weet heel goed dat het idioot is, maar na al die uren in die ijskoude nacht, die maar niet ophoudt, verliest een mens een gezonde verstand. Je stem heeft heel wat in me overhoop gehaald. Denk eens heel goed na, Gilbert. Is het mijn stem die dat doet, of is het jouw eenzaamheid in contrast met mijn stem? Nu maak je me helemaal in de war. Ik wil geen spelbreekster zijn, maar ik heb wel eens gehoord dat een zeeman na 6 maanden enkel water het eerste het beste meisje voor een schoonheidskoeling in had. En weet je nog met hoeveel vervoering onze goede Don Quixote zijn Dulcinea bezong? En dat was als het erop aankomt toch ook maar een kleine slons. Nou, je bent zo lang alleen geweest. Je klampt je vast aan ieder spoortje tederheid. Hoor je me, Gilbert? Of ik
je hoor, Chris. Je woorden zingen in mijn oren. De rillingen lopen me over de rug. Praat door, Chris. Praat door. Het is tegen de regels. Je bibberritme zal helemaal van slag raken. Je belt niet meer op om het einde van je slaap te melden. Je zoekt toch redenen. Je zoekt helemaal geen redenen meer om de post te bellen. Chris, zeg eens eerlijk. Ben je echt alleen? Helemaal alleen. Chris, hoor eens. Ze proberen het toch niet meer als proefkonijn te gebruiken, hè? Voor een of ander speciaal experiment. Wat voor experiment? Ja, hoor eens, Chris. Ik ben tenslotte niet van hout. En jij maakt me hartstochtelijk. Mijn stem heeft toch niks bijzonders. Het zal de telefoon zijn die je mooier maakt dan hij is. Zeg, wat we nu zeggen, komt dat op de band? De band loopt mee. Oh, de baas zal mijn ontboezemingen nu niet zo kunnen waarderen, denk ik. Kan je ons gesprek niet wissen? Heb je nu al spijt van je avances? Oh, Chris, als ik me niet inhield, zou ik een hele litanie zingen. Chris, onachterhaalbaar mysterie. Chris, kwelling in mijn nacht. Chris, spooksel van mijn eenzaamheid. Ik ben 27 en ik heb de pest aan vrouwen. Nou, dat zou je anders niet zeggen. En ik zal ze voor eeuwig verafschuwen als je ook maar zoveel voelt voor Duardo. Nog altijd Duardo? Ja, het is een ellendige Don Juan. Ik geloof geen woord van wat hij zegt, Chris. Goed, 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 ik beloof het je. Hé, er komt iemand op de hut af, strompelend onder een zware zak. Is hij dat soms? Ja, met die dikke bivakmuts en die donkere bril kan ik niet goed zien of het nou de baas is of jouw Duardo. Ik hang op Gilbert. En zit je niet te veel op te vreten, jolletje. Bye. Waar maakt ze af? Is ze soms bang dat iemand haar betrappen zal? Zou ze echt bij de groep horen? Of is het misschien een van die bevliegingen van Duardo? Hij heeft haar meegenomen naar de hut toen het zijn beurt was voor de wacht. En nu denkt dat meisje hem een beetje op de hak te kunnen nemen. Ja, zo zit de vork in de steel. De baas staat er helemaal buiten. Het is een vuil geintje van Duardo. Een kleine wraakoefening. Hij loopt nog te wrokken omdat ik hem allemaal naar zijn hoofd heb geslingerd. Toen, met die kleine van het postkantoortje. Smeerlap. Als ik hier ooit levend uitkom, slaks een mooie smoel in elkaar. En schrik er niet voor terug, Gilbert. Alles in je dagboek dan noteren wat je verwonderlijk of vreemd voorkomt. Moet ik noteren dat die Chris, of dat ik die Duardo het liefst met mijn eigen handen om zeep zou helpen? Dat nooit. Gilbert, je bent een man van de wetenschap. Je moet je aan de waarheid houden. Schrijf maar op. De stem van Chris brengt me helemaal in de war. Ik kan mijn makker Duardo niet luchten of zien. Ja, maar mijn diepste gevoelens zijn, als het erop aankomt, toch geen stof voor de wetenschap. Onze psycholoog zal er wel anders over denken, maar ik heb lak aan mijn collega, de psycholoog. Schrijf dat eens op, Gilbert. Ik begin mijn geloof in de wetenschap kwijt te raken. Want de wetenschap, dat is alles of niets. Nou, van die hoek uitgezien ben ik een ding dat gedetermineerd moet worden en tegelijkertijd mijn eigen waarnemer. Alle uitschieters van een cardiogram zal ik straks moeten verantwoorden. Nou, dat cardiogram kan me gestolen worden. Wat voel je hier eigenlijk uit, Gilbert, op je 221 meter? Nog een uur geleden wist je het nog heel goed. Nou, zeg op, Gilbert, wat doe je hier in dat gat? Je kunt je net zo goed afvragen, wat heeft een mens te zoeken op deze planeet? In dit gat vegeteert een arme stumper, studieobject van de wetenschap, van anderen, van zichzelf. De mens scharrelt op deze aarde rond. Een studieobject van wie? Wie zal er ooit het juiste antwoord op geven? Maar heeft de mens nog interesse in dat antwoord? Als we het ooit te weten komen, nou, dan kan de mensheid verder wel uitgaan als een nachtkaars. Het komt dus allemaal hierop neer. Proberen tot klaarheid te komen, maar het vooral nooit klaren. Achter het volledige weten aanjagen en hopen dat je het nooit bij de staart grijpt. Moet ik dat allemaal opschrijven? Je zou zeggen, wat is er eenvoudiger dan een dagboek houden, maar
Maar als het erop aankomt, trapt er iets in je op de rem, zodra je je diepste zelf probeert te achterhalen. Je verdedigt je. Je verdedigt de vier muren van je eigen kleine domein. En je eenzaamheid. Je hebt ergens het gevoel dat je woorden zich tegen je keren. Tegen je gedachten. Je gevoelens. Hoe bestaat het? Maar als het Chris is. Hallo? Dag Gilbert, ik ben blij dat je stem hoor. Dag professor. We begonnen ons ongerust te maken. Ongerust? Hoezo? Nou, me dunkt, je hebt de hele tijd niks van je laten horen. Niets van me laten horen? Maar ik... Professor, mag ik vragen wie er bij u is op de post? Niemand. Ik ben alleen. Ik heb wacht. Bent u alleen? Gilbert. Wil het niet erg? Wat is er aan de hand? Huh? Niets. Niets? Professor, luistert u eens. Ja? Zou u me het laatste bericht willen voorlezen dat ik doorgaf? Ja, natuurlijk, met alle plezier. Luister, daar komt het. De professor heeft gelijk. De Basotra is de oorzaak van de overstroming van de Pierreuse. Bij de eerstvolgende storm hoop ik deze hypothese te bevestigen. Dank je, Gilbert. Doet me enorm veel plezier. Wie heeft mijn bericht genoteerd? Het handschrift van Duardo. En de vorige notitie? De vorige notitie. Hier staat 24e slaap, geen nieuws, de temperatuur blijft constant, 4 graden Celsius. En wie heeft het... Alex. En heb ik niet gemeld 25e slaap, wakker geworden door het gegrom van de Basotra die erg gezwollen is, ik denk door storm? Nee, het is nergens. Er staat niets open tussen 4 graden en de professor heeft gelijk. Kan dat nou? Dat bestaat niet. Gilbert, dacht je dat je nog gebeld had... Na je 24e slaap? Ja, tenminste. Ik weet het niet. Heeft mijn telefoontje je wakker gemaakt? Ik geloof het niet, het is zo gek dan. Gilbert, hoe voel je je? Nou, niet slechter dan anders. Alleen, ik weet niet of ik nu eigenlijk wakker ben of dat ik droom. Kom maar rustig tot de werkelijkheid terug, Gilbert. Je kunt me bellen wanneer je maar wilt. Ja, dat zal ik doen, professor. Maar nu droom ik niet. Ik hoor de Basotra, dus ben ik wakker. En die druppel die steeds valt. Bijgeluiden van mijn eenzaamheid. Maar ik heb de Basotra een hele tijd niet werkelijk gehoord. En die druppel ook niet. Dat bewijst niets. De stem van Chris bleef in mijn oren hangen. Andere geluiden, we hadden gewoon geen kans. Of heb ik het alleen maar gedroomd, die gesprekken? En die stem dan? Heb ik die opgeroepen met mijn eigen verbeelding? Nee. Nee, het was geen droom. Want Duardo heeft mijn bericht genoteerd. Het klopt. Ja, maar Christian, ik heb er 2 maal aan de telefoon gehad. Tenminste, dat dacht ik. Ja, als ze werkelijk iets op me uitgeprobeerd hebben, moet ik toegeven dat het wel een succes is. Een succes, maar een gevaarlijk succes. Sla niet zo op hol, Gilbert. Denk er eens rustig over na en hou in ieder geval je journaal bij, zonder foefjes. Later heb je de kans hun werkwijze en jouw ervaringen naast elkaar te leggen. Ja, het is me een raadsel wat hij er allemaal mee aan wil, onze psycholoog. Nou, ik moet het maar aan hem overlaten en aan het werk gaan. Laat het nou eens allemaal precies opschrijven. Zeg maar, Chris... Iedereen moet ik zo... Ik heb wacht, man. Alleen met de wind, de regen... Kijk eens heel goed naar Gilbert. Is het mijn stem die dat doet, of is het jouw eenzaamheid in contrast met mijn dag, stem? Dag, Gilbert. Ik ben blij dat je stem hoor. We begonnen ons ongerust te maken. Als ik moet afgaan op de notities die de baas me voorlas, dan is het alleen Duardo met wie ik echt gebeld heb. Maar dat gesprek dan met de baas, heb ik dat ook niet gedroomd? In dat geval, waar houdt de werkelijkheid op? Waar begint de droom? Ik geloof dat ik de diepere betekenis begin te zien van die operatie buiten de tijd. Als je leeft in een situatie die zichzelf volkomen gelijk blijft, zonder enig punt van houvast, zonder licht, zonder welke tijdmeter ook, in constante eenzaamheid,
Vallen de grenzen tussen werkelijkheid en verbeelding weg? Maar die plotselinge aanwezigheid van Christan, die stem van haar, haar woordkus, die spottende zachte klank, die humor van haar, die innigheid, beantwoord het allemaal niet precies aan het beeld dat ik altijd al ergens met me om heb gedragen. Lijkt ze niet wat al te veel op de ideale vrouw zoals ik die zie? Wie weet, misschien heb ik gesproken met het stem geworden beeld van mijn verlangen. Maar dan moet ik 2 maal gedroomd hebben. Ja, zulke heldere dromen, zo logisch ook, zo heerlijk. Oh, kon ik maar naar boven. Een paar uur klimmen en ik zou het hele probleem hebben opgelost. Nou ja. Ik heb beloofd me op te bergen in dit gat tot het hele experiment afgerond is. En dan, voor dat ene probleem, komen er misschien 10 anderen in de plaats. Vegeterend in een grot, een gevangenis, een klooster, spits je al je angsten toe tot 1 punt. Waarheid, vrijheid, God. Nou, als je werkt, bezig bent, dan versnipper je ze of blaast ze op allemaal. Nou, vegeteer jij maar, Gilbert. Je weet wel niet meer of je je droom leeft of je leven droomt. Maar je droomt of leeft tenminste ten voeten uit. Alweer? Nou, we hadden toch afgesproken dat ik zo... Ja, ik zou toch bellen. Hallo, met de hole mens. Dag, Gilbert. Chris, ben jij daar? Ik weet dat ik alle wetten met voeten treed, maar de verleiding je te bellen was al te groot. Je mag net zoveel kwaad van me denken als je wilt. Je mag me waardeloos vinden voor de wetenschap. Maar zeg iets tegen me. Ik ga je iets vragen dat ik heel ernstig meen, Chris. Je moet me niet uitlachen, maar besta je wel echt? Of ik echt besta? Oh, sorry. Wacht, ik zal ze in mijn arm knijpen. Oh, ja, ik besta. Nou, jij? Au. Nee, ik heb nog niet bepaald het gevoel dat ik droom. Goed, nou, dan kunnen we praten. Nou, en nu geen grapjes alsjeblieft, Chris. Na mijn 25e slaap heb ik je 3 maal aan de lijn gehad. Ja? Nou, verder heb ik gebeld met Eduardo en mijn volgende gesprek was met de baas die me belde. Eduardo? De professor? Maar Gilbert, de professor of Eduardo zijn helemaal niet hier geweest. Chris... Durf jij daarop te zweren bij alles wat je lief is? Bij God. Ik ben gelovig, Gilbert. Ik zweer het bij God. Goed, ik geloof je. Ik probeer mezelf ervan te overtuigen dat je bestaat. En dat ik niet praat tegen een spookbeeld of tegen mijn vrouwelijke tweede ik. Je vrouwelijke tweede ik? Nou, droom jij nooit van een volmaakte partner? Zoiets als een mannelijke evenknie? Ik weet het niet. Dus ik zou jouw vrouwelijke evenknie moeten zijn? Je stemt tenminste, je manier van spreken. Op die manier hoor ik de vrouw van mijn dromen spreken. En als mijn gezichtje tegenvalt, of mijn benen, dan zal je er een vrouw bij moeten zoeken om tegenaan te kijken. Maar ik wist echt niet wat ik op mijn hals haalde toen ik me bij de groep liet inlijven. Mijn stem zou het niet harder als het af moest leggen tegen andere benen dan de mijne. En zo is het voor mij niet te harder als ik eraan denk dat Eduardo straks de wacht komt overnemen. Wees eerlijk, Chris. De laatste keer... Toen je afhaakt omdat er iemand naar de hut toe kwam. Ja, Bernardo. Bernardo? Welke Bernardo? Doe nou, Bernardo. Van Pierreuze. Die goede Bernardo die ervoor zorgt dat we hier niet de hongerdood sterven. Oh, die. Ik had nog nooit iets over hem gehoord. Nou, dat heb je dan nu. Hij had nog een brief bij zich, voor jou. Een brief? Van wie? Ja, geadresseerd aan Gilbert Perrousse, plateau van de Basotra, min 221 meter, Pyreneeën. Ik heb Bernardo voorgesteld hem zelf beneden af te geven. Ja, hij zei, ik ben dan misschien niet een van de snuggerste kleintje, maar ik ben niet gek. En toen maakte hij rechtsomkeer. Een brief van wie? Er staat geen afzender op. Zou je hem... Open willen maken? Ja. Nou, ik ben al even nieuwsgierig als jij, dus je hebt erom gevraagd, Gilbert. Hè? Nou? Ik wilde maar dat ik niet over die brief was begonnen. Hij is gemeen, Gilbert. Je meent het. Van waar is hij? Perpignan.
Maar daar ben ik geboren. Ja, wat staat allemaal voor slechts in die brief? Wil je het echt horen? Ja. Laat het overgaan, Gilbert. Je had je een heleboel narigheid op je hals. Vooruit, lees nou voor. Goed, als je erop staat. Daar gaat hij dan. Oude dwaas. Ik lees letterlijk wat er staat, Gilbert. Af te dalen in die grafkelder van de Basotra was op zichzelf al idioot, maar het te bivakeren zoals jij dat doet is het summum van stomzinnigheid. Je zult er verzuipen, verpletterd worden of geschift raken. Er is iemand in die tussentijd erg van slag geraakt. Ik bedoel jou, Julie. Weet je hoe ze dat hier al noemen? Julie, het vuilnisvat. Een goed verstaande puntje, puntje, puntje. Niet beter mijn mond kunnen houden. Nee, maar ik weet wel wie ik straks een ongenadige aframmeling ga geven als ik hieruit kom. Weet je wie die misdadiger is? Stur. Oh, het is een vrouw die op die manier de belangen behartigt van een andere vrouw. Gilbert, ben je soms een rokkenjager, zoals jouw Eduardo? Die Julie, is dat je vriendinnetje? Sinds ik jouw stem hoorde, heb ik geen vriendinnen meer. Alleen jou, Chris. Nou, nou. Het heeft veel weg van een liefdesverklaring in optima forma. Alleen, hoe kan ik dat ook serieus nemen met die Julie en die andere vrouw die anonieme dreigbrieven stuurt? Ik heb niets met die meisjes, Chris. Ik heb nooit iets tegen ze gezegd waar ze zich op roepen kunnen. Nooit, nooit. Maar je bent wel erg lief voor ze geweest. Een en al bereidwilligheid. Meer voor de een dan voor de ander. Vandaar die gemene brief. Dat is allemaal zo ver weg. Zo onvoorstelbaar ver weg. Nog verder dan anders het geval zou zijn. Nu ik nog steeds niet goed weet of ik nu eigenlijk droom of werkelijk goed wakker ben. Je zegt niets meer, Chris? Hé, geef me antwoord, Chris. Zeg iets. Heeft ze afgebroken of is er iets met de lijn? Er gaat niet meer over boven. Het zou een storing zijn. Heeft de lijn het begeven? Dan ben ik echt alleen. Moedersiel alleen op de bodem van een gat op 221 meter diepte. Moedersiel alleen. 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 Rustig maar, Gilbert. Ik ben het. Je oude makker, Eduardo. Wat? Wat heeft te maken? Jullie hoor ik nog gek. Droom ik nou of ben ik wakker? Je bent wakker. Goed wakker. Het kost ons 24 uur om de gangen van 104 meter vrij te maken. Een instorting? Ja. We moesten de brokken steen eerst naar boven brengen. We waren bang dat je door het puin gewond zou raken als we in het luchtgat weg zouden werken. Maar door de telefoon... Doet het niet meer. Door de instorting is de lijn beschadigd. Doet het niet meer? Ik was maar gebeld met jou, met de baas, met Chris. Chris? Ja, meisje, het team... Er heeft nog nooit een meisje in het team gezeten. Nou, stil eens even. Laat ik je eerst van die helm verlossen. Zo. Maar je bent gewond, jongen. Je moet een flink stuk steen op je hoofd hebben gekregen. Kijk eens even aan. De voering van de helm is doorweekt. Je bent de dans mooi ontsprongen. De brok had je bijna naar de andere wereld geholpen. Ik ben bewusteloos geweest. Ik heb het allemaal gedroomd. Allemaal? Oh, Eduardo, hoe dikwijls heb ik gebeld van het begin van het experiment. Laat dat nou maar rusten, Gilbert. Maak je niet moe, je zult zo dadelijk voor de klim al je krachten nodig hebben. Ja. Hoeveel keer? 24 keer. Hoeveel dagen is dat? 38. Je eigen tijdsindeling schijnt zich te hebben ingesteld op een cyclus van 36 uur. 24 uur actie, 12 uur slaap. Nou en al, Koes. Oh, hoe zou het komen dat ik van Chris droomde... Is er helemaal geen meisje dat zo heet? Chris? Chris? Ik heb het. Ik was het die het over Chris had. Ach, natuurlijk, Eduardo. Nu herinner ik het me weer. Vlak voor, voor ik naar beneden ging. Klopt. Christine, de dochter van onze kruidenier, een pierreuze. Oh. Die zo nodig naar Parijs moest achter een impresario aan. Om ontdekt te worden. Jij hebt er om een goede beurt te maken sprookjes verteld over je relaties. Je hebt zelfs haar chansons opgenomen.
En beloofde te laten horen aan een knaap die wel wat in de melk te brokken heeft op dat gebied. Wat een geheugen. Na een kei op je hoofd en 38 dagen cachot op 221 meter. En? Heb je je bevriende relatie nog aangeschoten? Ten eerste kon ik niet weg bij het team. Ten tweede ben ik niet thuis in de wereld van de lichte muziek. O, Eduardo, je hebt dat meisje beduveld. Bah, man, wat hang je met de keel uit. Nou, niet overdrijven, makker. Je kent dat meisje niet eens. Ik heb eindeloos met dat meisje gepraat. In mijn dromen. Ik raak de klank van die stem niet meer kwijt. Nou, vraag ik je. Ik weet niet eens meer hoe ze eruit ziet. Heb je haar nog wel eens gezien? Nooit, op mijn woord. De baas heeft mijn groepschef gemaakt. En dan, als een van je makkers daar in de diepte zit, staat je hoofd niet naar een flut met een prima donna. Nou, rust een beetje uit. Alex komt naar beneden om ons een handje te helpen. Zeg, Eduardo. Ja? Ik zou die Chris wel eens willen zien, weet je dat? Akkoord. Ik zal jullie aan elkaar voorstellen. Daar is ietje toch om begonnen, hè? Ik weet niet. Ik ben er bang voor. Ik ben bang naar zo'n verleidelijke droom. Nou, als alles goed gaat, krijg je er over 48 uur te zien. De emballage van die stem van jou. Zo, Gilbert. Ben je er al? Ik ben er al. Zo te zien loopt de zaak niet erg gesmeerd. De zaak loopt helemaal niet. Je hebt er toch wel gesproken? Jij heeft mij gesproken. Ja. Over reekse zangers die ik niet ken en gelegenheden waar ik wat mij betreft nooit een voet zal zetten. Dat kind is gek. Ah, ergens nog aandoenlijk. Het is alles platen, radio, tv en musical dat de klok slaat. En met zulke onbenulligheden aan mijn hoofd te sturen met de stem van mijn Chris. Het vreemde van onze droom is dat wij de aanleiding dikwijls zo vlakbij moeten zoeken. Ja, wat zo'n steen op je hoofd niet allemaal overhoop haalt. Aan half vermoede zaken. Hallo, mannen. Hallo. Je zou zeggen dat het jullie iets doet me weer te zien. En hoe? Die stem. Zeg, maak nog eens voor Kabi. We moeten op je gezondheid drinken. Ja. Dat is Chris. Nee, is Kabi, haar zuster. Ze houdt de kroeg van Pierre. Ja, dit rondje is voor mij, jongens. Nee, Kabi, nee. Kom nog wel niet. Ik heb mijn beschermheilige rondje beloofd als ik leefde dat het ziekenhuis kwam, dus... Oh. Nou, dat verandert de zaak. Ik durf me niet om te draaien, Eduardo. Hoe ziet ze eruit? Tja, het zit je niet mee. Ze is nou niet bepaald lelijk, onze Gabi. Maar Chris is die maar mooier. Draai om, je moet er toch doorheen. Nee, ik durf het niet. God zij geloofd, ik ben er weer, gezond en wel. Denk je dat is in 3 weken plat op bed. 3 weken lang naar een roze plafond liggen staren. Ja, en dat door een dronkenlap die ze nodig de Grand Prix in de wacht moest slepen. Regelrecht op een bestelwagentje. Ja, ik zat achter het stuur en ik werd wakker in het ziekenhuis. Dat lachen, die lachte waardoor... Ik moet weten hoe ze eruit ziet. Ze heeft meer van een jongen dan van een meisje. Wat een sof. Stil, jongen. Drink onze vreemdelingen iets mee op mijn gezondheid? Maar natuurlijk, mademoiselle. Met het grootste genoegen. En dit wijntje moeten we eens goed proeven. Dat komt uit de vaderlijke privékelder. Nou? Die mag er zijn. Ik heb u geloof ik al eens eerder ontmoet. Voor mijn aanrijding. Maar waar? Oh, ik heb het bij mijn zusje, de mooie Chris. Dat klopt. Toen ik proviant kwam inslaan voor ons kampement op het plateau van de Basotra. Oh, maar dan hoort u bij de groep van professor Laurent. Juist. Heeft u ons experiment gevolgd? En hoe? Ik heb aan de bergen mijn hart verpand en de speleologie zit me in het bloed. Nou, als je er niet bepaald een schoonheid bent, moet je het wel ergens anders in zoeken. Je graaft je in, bijvoorbeeld. Ja. Hey, ik ken de Basotra. Ik ben tot op 104 meter geweest. Dus jullie zijn de ontdekkingsreizigers met dieptewerking. Oh, wat goed. Oh, dat had ik professor Laurent graag mijn dienst aangeboden. Maar ze hadden me gewaarschuwd. Hij neemt geen meisje op in het team, dus... Ik ga mijn geheim toevertrouwen. Mag ik? Allicht. We zijn een en al oor. Nou dan. In het ziekenhuis heb ik aan één stuk doorgedroomd. Van de douanepost vlakbij die schacht. En van die knaap die het heeft aangedurfd daar beneden te gaan zitten op 221 meter voor jullie experiment buiten de tijd. Ja, dat moet je nu niet aan de professor vertellen, maar ik belde die jongen. En? Hebt u hem aan de lijn gekregen? Dat wil ik geloven. Oh, die jongen daar in de diepte. Hij had me toch nog nooit gezien. En wat hij tegen me zei.
Oh, het was geweldig. Geen enkele man van vlees en bloed zou ooit zoiets tegen me zeggen. Ja, en hij was nog jaloers ook. Gabi, wanneer neem je er een van ons? Ja, kom met ons puntje. Ja, ik kan ze echt niet langer laten wachten. Het zijn onze beste klanten. Zeg, kom nog eens langs. Nou, daar ga je dan, Gabi. Ja, dat we ze nog maar lang mogen lusten. Proost. Gezondheid. Nou, makker. Mij zal je nooit meer de draak horen steken met de telepathie. Zij in het ziekenhuis, jij in je hol. De een bijna om zeep gebracht door een wegpiraat, de ander door een keisteen. En het maakt elkaar complimenten op de korte golf. Als onze psycholoog dat hoort. Je gaat het niet aan de grote klok hangen, Eduardo. Waarom niet? Er zit toch een prachtverhaal in? Eduardo bekijkt het arme kind eens. En stel je eens in mijn plaats. Je maakt ons allebei belachelijk. Een mooi plaatje van een schandaalblaadje. Ze kan wel in het eerste beste gat springen naar zo'n affront. Je hebt weer gelijk. We zullen onze mond wel weer houden. Jammer. Het was te mooi. Daar zit nou een jongen die de vrouw van zijn dromen krijgt aan de andere kant van een kapotte lijn. En hij moet er niet. Ondankbare hond. Spaar me je geintjes, hè. Ik ben er echt niet voor in de stemming. Nou, ik ook niet. Het had me zo'n goed gedaan. Een onvervalst wonder. Het was bijna een wonder. Ah, die Chris uit mijn dromen was zo mooi. Zo mooi. Te mooi om waar te zijn. Dit was Uit de tijd gelicht. Een hoorspel geschreven door Charles Cordier onder de titel Hors du temps en vertaald door Maud Cossaire. De rol van Gilbert werd gespeeld door Rolf van Herwijnen, Duardo Gees Linnenbank, de professor Paul Deen, Christine en Gabi, Marielle Violet. Drie cafébezoekers, Tony Voletta, Jan Wechter en Frans Vaassen. Technische verzorging, Gerard van Ypres en Daan Gouwetor, regie Johan Wolder.